Yo man bro, je bent een pro bij deze video. Als je goed op mijn kanaal let, dan heb je het waarschijnlijk wel door. Ik heb de 20 abonnees gehaald. Dat is heel lekker. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ga ik dan met dobbelsteen gooien. Maar ik ga in plaats van met dobbelsteen gooien aan een rad draaien. Daar horen jullie straks meer over. Eerst, abonneer op mijn kanaal, like op deze video en daardoor dan maak je het duimpje blauw en klik op dat belletje. Maar ik heb dus de 20 abonnees gehaald, bedankt allemaal. Als je het nog niet hebt gedaan, moet je dat ook even doen. Maar dan zou ik dus met een dobbelsteen gooien. Maar ik ga in plaats van met de dobbelsteen gooien, heb ik nu een rad gemaakt bij een app. Het heet Spin the Wheel. En dan kan je aan het rad draaien. Kijk, de opties die bij de dobbelsteen waren, heb ik nu gewoon op het rad gezet. Dus daar wordt het niet minder van. Dus ja, dan ik vind dat wel iets handiger dan met de dobbelsteen gooien. Dus dan gaan we nu aan het rad draaien. De dingen die we dus kunnen krijgen. Wacht. Iets uit de shop kopen. 0 tot 2 euro uitgeven. 5 tot 10 euro uitgeven. 10 tot 30 euro uitgeven. Of 30 of meer euro uitgeven. Gaan we nu aan het rad draaien. Spannend. Ga ik op klikken. Wat ga ik doen? Nee! 0 tot 2 euro! Oh, nou oké. Okay. Dan ga ik nu even bij Clash Royale Bros. Daar zijn Clash of Clans kijken of daar een aanbieding is van 0 tot 2 euro. En dan zien jullie mij als ik die aanbieding heb gevonden. Ik heb gekozen voor 80 edelstenen voor 1,10 euro. Dat was het enige wat ik kon kopen van tussen 0 en 2 euro. Dus dan zien jullie als het is gelukt met kopen. Oké, het is inmiddels gelukt. 80 edelstenen erbij voor 1,09 euro. Eigenlijk is het een beetje geldverspilling. Kan je beter 5,50 euro of zoiets uitgeven. Maar ja, het is niet anders. Ik heb eerlijk gespind. Ik ga binnenkort iets met dit kopen. Van edelstenen wel. En dan alleen dan spaar ik eerst voor 500 edelstenen. En dan kom ik nu wel iets verder. Maar dan is dit het. Ja, was misschien een beetje geldverspilling, maar dat maakt niet uit. Doe het voor jullie. En dan was dit voor deze video. Like op deze video, abonneer en klik op dat belletje. En dan zeg ik nog maar één ding. Doei!